Landgoedje Den Hulst bij Boskant, vlakbij Sint Oederode. Hier werd hij geboren op 26 november 1883. Lou Tellegen. Het was een buitenechtelijk kind, maar een enorme knappe jongen. En die knapheid, die zou hem nog ver brengen. Van Boskant naar Hollywood. Los Angeles en natuurlijk het nabijgelegen Hollywood. Het epicentrum van de filmindustrie. Ligt je naam hier op de Walk of Fame, dan weet je één ding zeker. Dan heb je het gemaakt als acteur, regisseur, popartiest of als stripfiguur. Onze held van deze aflevering heeft alles met de Walk of Fame te maken. Lou Tellegen. De Brad Pitt van de jaren 20 van de vorige eeuw. Casanova en womanizer pur sang. Maar zijn verhaal begint ergens in Brabant. Boskant is aan het eind van de 19e eeuw zo'n typische boerengemeenschap op de arme Brabantse zandgronden. De bewoners van dit gehucht bij Sint Oederode moeten sappelen om het hoofd boven water te kunnen houden. Die armoede, dat geldt niet voor de familie Tellegen. Lou is de zoon van Isidore Louis Bernard Edmond Tellegen en zijn liefje Anna-Maria van Dommelen. Het avontuur zit Lou van jongs af aan al in het bloed. Als hij 16 is, schaakt hij de 19-jarige Russische maîtresse van zijn vader. En met haar reist hij per trein naar Berlijn. Lou heeft, naar eigen zeggen, 600 gulden van zijn vader meegenomen. Waarmee hij samen met zijn Russische vriendin 3 weken lang gaat feesten. Maar zijn vriendin, die wil maar één ding. Ze wil terug naar haar geboorteland. En zo vertrekt het verliefde koppel naar Sint-Petersburg in Rusland. Al vrij snel komt er in Sint-Petersburg een einde aan de relatie. Lou, die inmiddels door zijn geld heen is, vindt onderdak in de achterbuurten van de stad. En geplaagd door honger en geldgebrek vindt hij uiteindelijk een baan als boekverkoper. Maar de boeken die hij verkoopt handelen over geboortebeperking. En dat is verboden lectuur in Rusland. Hij wordt verraden door een potentiële klant en zo belandt hij in een Russische gevangenis waar een middeleeuws regime heerst. Na 8 maanden komt Lou weer vrij. En via diverse baantjes als trapezewerker, bakkersknecht en begrafenisondernemer belandt Lou uiteindelijk in Parijs. Daar staat hij model voor de wereldberoemde beeldhouwer Auguste Rodin, die volgens Lou zijn mooie lichaam vereeuwigt in het beeld Le Printemps Éternel. De eeuwige lente. En daar in Parijs ontmoette een van de grootste sterren van het toneel, Sarah Bernhardt. En zij valt als een blok voor deze Boskantse Adonis. Hij neemt zelf ook acteerlessen en zo vraagt Sarah hem om haar vaste tegenspeler te worden in haar toneelgezelschap. Al snel leidt deze samenwerking tot het begin van Lou's internationale filmcarrière. De verfilming van het toneelstuk Queen Elizabeth in 1912 is het eerste doorslaggevende succes. Sarah Bernhardt en Lou Tellegen, het gedroomde filmkoppel. Door dit filmsucces worden Sarah en Lou uitgenodigd om in Amerika te gaan optreden. Ze vertrekken vanuit Parijs naar New York. Sarah gaf Lou een vorstelijk salaris om samen met hem op de planken te gaan staan. Hier op Broadway in New York. Maar daarvoor moest hij wel in korte tijd 10 à 12 rollen zich eigen maken. En dat lukte hem. Plots is Lou onderdeel van de Amerikaanse high society geworden. En dus staan de kranten vol met verhalen over deze nieuwe filmster en zijn geliefde. Lou geniet van alle aandacht. Maar langzaam maar zeker groeien Sarah en Lou uit elkaar. Sarah besluit om Amerika weer te verlaten en terug te gaan naar Parijs.
Maar voor Lou is dat geen optie. Zijn ster is reizende. En de American Dream loont. Lou die bleef hier achter in New York. En daar produceerde hij en regisseerde hij allerhande toneelstukken. Waarin hij zelf ook vaak speelde. En dat veelzijdige talent daar bleef natuurlijk niet onopgemerkt. En zeker niet door iemand als Samuel Goldwyn. Toen nog vrij onbekend, maar later een hele grote filmproducent van MGM. Metro Goldwyn Mayer. Je weet wel, die filmmaatschappij met die bekende leeuw erin. En Goldwyn gaf Lou de opdracht om in maar liefst 6 films van hem te gaan spelen. Lou ziet zijn kans schoon en verhuist van New York naar Los Angeles om zich daar definitief te vestigen in Hollywood. In Hollywood ontmoet hij Geraldine Farrar. Een operazangeres van wereldfaam. Een geëmancipeerde vrouw met een grote schare trouwe fans. Geraldine is niet alleen groot op het podium, maar ook op het witte doek. Lou en Geraldine zijn het Hollywood-koppel van de jaren 20. Zo'n beetje als Brad Pitt en Angelina Jolie vandaag de dag. Maar zowel Lou als Geraldine zijn alleen maar bezig met hun eigen carrière. En er is nauwelijks sprake van een echt huwelijk. In een wanhopige poging hun relatie te redden, zorgt Geraldine ervoor dat Lou haar tegenspeler wordt in haar films. Zo zien ze elkaar in ieder geval meer. Maar Lou vindt dat hij te weinig close-ups krijgt in vergelijking met zijn eigen vrouw. En daarmee bezegelt hij het lot van hun relatie. Het is wachten op een breuk. In de pers wordt druk gespeculeerd over de vele amoureuze ontmoetingen die Lou met andere vrouwen heeft. En zo wordt het sprookjeshuwelijk tussen Geraldine en Lou al vrij snel een vechtscheiding. En hoe ironisch. Terwijl Lou op de planken staat als Don Juan, ontmoet hij Nina Romano. Een veel jongere actrice die smoorverliefd op hem wordt. En terwijl de scheiding met Farrar in volle gang is, trouwen Nina en Lou in het geheim. Want Nina is inmiddels zwanger van Lou. Na zijn scheiding van Farrar ging Lou tellig opnieuw heel veel geld verdienen op de planken en op het filmdoek. Want hij maakte maar liefst 14 films in deze jaren. En met het geld dat hij verdiende bouwde hij dit fantastische huis in Hollywood Hills. Met uitzicht over heel Los Angeles en 4 auto's op de oprit. Echt high society. Hij noemde de villa naar zijn nieuwe liefde met wie hij in 1924 getrouwd was. Nina Romano. De Villa Romano. Ondertussen werkt Lou 24 uur per dag, 7 dagen per week aan zijn carrière. En Nina voelt zich met hun zoon Rexford steeds meer opgesloten in dit huis op Hollywood Hills. Ze is eenzaam en ze ziet haar geliefde nooit. Het huwelijk tussen Lou en Nina eindigt zoals het ooit begonnen was. In het geheim. Lou blijft alleen achter in dit gigantisch grote huis. Borrowed Finery, Greater Than Marriage, Let No Man Put Us Under, Parisian Nights, Single Wives, The Redeeming Sin, The Outsider, The Princess from Hoboken. Allemaal films van en met Lou Tellegen. Ze hebben echter nog één ander ding gemeen. Het zijn stuk voor stuk grote flops. Een nieuwe geschoolde generatie talentvolle jonge acteurs verdrinkt de oude garde. De grote depressie zorgt voor enorme salariskortingen in Hollywood. En er is een nieuw fenomeen opkomst. De film miste namelijk nog iets. Geluid. De radio is enorm populair geworden en zo moet ook de bekende filmleeuw een echte brul krijgen. De brul van de Roaring Twenties. Weet je wat nou eigenlijk zo wrang is, hè? Dat de plek waar Lou Tellegen is geboren, daar is nu een wereld van geluid. Hier is een American Jukebox Museum gevestigd. Het is uiteindelijk die wereld van geluid die onze Lou fataal zou worden. Er gebeurt dus nogal wat in de jaren 20. Amerika wordt steeds meer een land en begint een eigen identiteit te krijgen. De immigranten worden steeds meer echte Amerikanen. En Lou Tellegen ondergaat het lot van de vele migranten
die in de eerste jaren van de film zijn gaan acteren. Ze zijn niet meer echt gewild, want ze klinken niet Amerikaans genoeg. De grote acteurs van de stomme film, die worden gewoonweg niet meer gevraagd voor grote rollen. Ze raken alles kwijt. In het geval van Lou speelt er nog iets anders mee. Lou is groot geworden als matinee-idool. De knappe, robuuste jonge man waarvan meisjes dromen. Maar inmiddels is Lou ook een dagje ouder geworden. En hij moet op zoek naar nieuwe rollen. Bijvoorbeeld als bad guy. Rollen die minder sympathiek zijn. Een rollen waarin hij moet wedijveren met andere acteurs. Lou is geen leading man meer. En hij heeft ook geen vrouw meer aan zijn zijde die zijn carrière een boost kan geven. En voor de oudere Lou zijn er in Los Angeles alleen al meer dan 10.000 andere acteurs die om werk verlegen zitten. Dat is toch onvoorstelbaar. Heb je een enorm kapitaal opgebouwd en dat verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. Je verliest alles en op een gegeven moment woon je in bij een fan van jou onderaan de heuvel waar je eigen villa op staat. En van de nieuwe eigenaar van die villa krijg je dan toestemming om maar 1 uurtje per dag op een trap te mogen gaan zitten. Mijmerend en uitkijkend over Los Angeles. I do not write these words with a desire to glorify myself, but rather to share with you the glamorous moments that I've known. Aan het eind van zijn leven schreef Lou Tellegen zijn memoires. En in dit boek keek hij terug op een heel rijk leven. Overal in de wereld had hij gewerkt en vooral in Amerika films gemaakt, toneel en veel vrouwen ontmoet. Het is een beetje fabuleus, een fantasievol boek. Maar wat een leven heeft die man gehad, met vele prachtige vrouwen. En daarom heet dit boek dan ook Women Have Been Kind. Het boek is geen succes en het geld blijft uit. En Lou ziet maar 1 uitweg. Op 29 oktober 1934 spreidt hij alle lovende krantenrecensies uit over de vloer in zijn kamer en badkamer. Hij pakt een gouden schaar en steekt zich 7 maal in zijn borst. En hiermee komt er een dramatisch einde aan zijn turbulente leven. Frappant is dat Lou vrijwel helemaal vergeten is. Tussen al deze beroemde namen komen we die van Lou Tellegen niet tegen. We vinden hem nergens terug op de Walk of Fame hier in Hollywood. Een plaats die hij toch echt verdient. Al was het maar een plaats naast een van zijn geliefden. Dit fantastische verhaal kan natuurlijk niet zomaar eindigen op een of ander klein badkamertje. Daarvoor is onze Brabantse held te groot. En daarom verdient hij ook een plek hier op de Walk of Fame van Hollywood Boulevard. Naast Sarah Bernhardt, zijn grootste geliefde. Houdoe Lou. Lou Tellegen, geboren op 26 november 1883 in Boskant en gestorven op 29 oktober 1934 in Los Angeles. Voor mij ben je een echte Brabantse filmheld in Hollywood.